De ziel. Bij de ziel lig je op je buik en breng je jezelf rustig op je ellebogen, waarbij je je buik laat afdalen richting de vloer. Afhankelijk van hoeveel ruimte je hebt, kun je in deze positie blijven of plaats je handen voor je, zodat je nog iets hoger komt om je buik wederom af te laten dalen richting de mat, richting de vloer. De ruimte die je er maakt is aan de voorkant van jouw hele fysieke lichaam. Het gebied van de Renmai, ook wel genoemd het conceptievat. Het conceptievat houdt zich bezig met alles wat geboren wordt in jou, in alle organen en alle systemen. Mocht je een tijdje in deze houding blijven en het gevoel hebben dat er nog iets meer ruimte is, dan plaats je handen naast je, als een zeehond, en daal je weer af met je buik richting de vloer. Kijk eens of je je buik kunt vullen met aandacht. Kijk eens of je die buik kunt laten afdalen, zodat er ruimte ontstaat in je rug. En misschien wel de pijn in je rug kan omgebogen worden richting wat meer druk. Heb je voldoende tijd in deze houding vertoefd, dan daal je weer langzaam af richting de vloer. En voel je na. Een houding uitermate geschikt voor mensen met rugklachten, herniaklachten en klachten die in het buikgebied aanwezig zijn.